Welkom bij de instructievideo voor het instellen van een belgroep. Je gaat naar freedom.voice.nl en je logt in. Als je ingelogd bent, kom je uit op het dashboard. Hier zie je de recente gesprekken en kun je snel naar verschillende modules. Met een belgroep kun je meerdere telefoons tegelijk laten rinkelen bij een inkomende oproep. Ik ga een belgroep maken voor Altijd Gelijk Advocaten. Hiervoor klik je in de blauwe balk op Beheer en kies je onder Doorschakelen voor Belgroep. Klik op de blauwe knop Toevoegen. Hier geef je de belgroep een intern nummer. De VoIP-accounts beginnen vaak met een 2, bijvoorbeeld 201 of 202. Daarom krijg je de suggestie in de 4-reeks. Omdat dit de eerste is, geef ik 401 als nummer. Vervolgens kun je de belgroep een beschrijving geven, bijvoorbeeld alle toestellen. Bij belmethode kies je voor allemaal of willekeurig. Als je allemaal kiest, dan gaan alle toestellen tegelijk rinkelen. Bij willekeurig gaan de toestellen in willekeurige volgorde om de beurt rinkelen. Omdat ik wil dat alle toestellen tegelijk overgaan, kies ik voor allemaal. Het volgende kopje is bevestig gesprek. Wanneer je dit aanvinkt, kun je bij de inkomende oproep van een extern nummer eerst een stem horen, toetsen 1 om dit gesprek aan te nemen. Dit zorgt ervoor dat een voicemail van een mobiele provider niet het inkomende gesprek kan beantwoorden. Het is handig om dit aan te zetten wanneer je mobiele of vaste telefoonnummers in een belgroep hebt. Deze functie werkt niet in combinatie met VoIP-telefoons. Bij het kopje bestemmingen geef je aan welke telefoons moeten gaan rinkelen als de belgroep aangeroepen wordt. Naast VoIP-accounts, een trunk of een gebruikersaccount kun je ook kiezen voor een extern nummer. Dit doe je onder bestemmingen. Ik wil dat alle telefoons gaan rinkelen op de vaste toestellen, dus selecteer ik alle VoIP-accounts. Klik onderaan op opslaan. De belgroep is nu klaar om in het belplan gezet te worden. Klik onderaan op opslaan. Je komt nu op de pagina om het belplan in te richten. Je drukt op belplan toevoegen. Je krijgt een aantal suggesties voor nummers. Ik kies voor het nummer die eindigt op 130, omdat dit het hoofdnummer is. Als beschrijving vul ik hoofdnummer in en druk op stap 2. De eerste stap wordt belgroep 401. De rinkeltijd laat ik op 20 seconden staan en druk op opslaan. Als ik op het driehoekje klik, kan ik controleren wie er allemaal in de belgroep zitten. Hij is zo goed ingericht. De belplan is nu klaar voor gebruik.